Welkom bij Nederland in Beweging met Tom Kouwenberg. Pak die stoel er gerust bij. Pak een rustige stoel bij. Ooit in vroege dagen heb ik wel eens wat stand-up gedaan. Ja, ik vond het ook heel grappig. Maar toen had ik ook zo'n ding om. Welkom bij GamerZet Gear, waar we elke dinsdag de laatste tech gadget gear bespreken. En we hebben een heel bijzonder product van Razer. Onorthodox. Beetje onorthodox, ja. Want voor Razer en in het algemeen. Ja, want wat heb je op je hoofd? Ik heb de Razer Ifrit op mijn hoofd. Ja. En dat is een streaming headset. Er zit een hele mooie microfoon in, waar we ook zomaar in kunnen tunen op het geluid. Daarvan, zodat je daar meteen een microfoontest van hebt. Maar het is bedoeld echt voor de streamer. En dan heb je dus ook nog mooi gewoon je van die oortjes in je oor kan doen. En dan kun je gewoon je game horen. Oké, okay, maar ik zie... Zie jij veel streamers met zoiets? Meestal heb je toch gewoon een microfoon en een headset? Dat is dus waarom ik meteen bij dit ding denk van... Dit is een hele rare niche waar je in gaat zitten. Want het is basically bedoeld voor een streamer die een headset zoekt. Maar dan heel specifiek een headset die dan niet heel veel aandacht op zich vestigt. Oh. Weet je, want er zit een band hier aan de achterkant. En weet je, die stop je naar achter. En stel je hebt wat lange haar, dan gooi je dat eroverheen. En dan komt er gewoon uit je haar hier een microfoontje en that's it. Maar het is echt specifiek alleen daarvoor, want inderdaad, de meeste streamers gaan, weet je wel, als je het heel goedkoop wil, dan doe je gewoon de headset die in je gaming headset zit, een normale zou je ze kunnen zeggen. Of gewoon zo'n grote condensatormicrofoon die je gewoon ervoor zet. Ja, waar je dit wel een beetje ziet is bij die e-sports verslaggevers. Die hebben wel vaak zo'n ding op. Ja, maar ook zelfs weer dan, vaak gewoon een headset. Ja, vaak wel weer juist met de on-ear of de over-ear. En dit is dan toevallig weer met in-ear, wat het naar mijn idee nog iets meer niche gebonden maakt, want ik vind persoonlijk ik vind in-ear niet fijn. Als ik lekker aan het gamen ben, als ik aan het streamen ben, dan wil ik eigenlijk gewoon comfortabel van die grote luidsprekers op mijn kop hebben. Ja, heel dikke schelpen, zodat je gewoon alles kan horen. Ja, 50 mm, wat een beetje de standaard is. En hier heb je dan van die 10 mm dingen. En dan is misschien leuk dat je dit ook op je mobiel aan kan sluiten met gewoon de jack. Maar dan loop je weer met dit ding rond. Dus het is... Huh? Ik snap het ook niet zo goed. Oké, hoe werkt alles? Laten we dan in ieder geval gaan uit elkaar gaan halen ten opzichte van een reguliere soort van standaard setup. Hoe is de audio uit en in? Oké, microfoon en headset. Oké, dus wat je uit krijgt, dus de oortjes die eraan zitten, dat zijn de hammerheads eigenlijk van Razer zelf. Die hebben ze al langer. Dat zijn prima in-ear oortjes, maar dus 10 mm drivers met best wel, weet je wel, vlakke, wat is het, frequentierespons. Maar ja, dat is ook wederom weer echt als je het in je oren wil. Voor hun is dat heel lang de mobiele headset geweest, van die prik je in je smartphone. Dat kun je hier ook doen, want het is gewoon een jack met dan een USB-dak die je erbij krijgt, weet je, een audioconverter. Maar het is vrij apart dat ze kiezen voor precies die oortjes. Want ik kan me voorstellen dat heel veel mensen dat gewoon niet fijn vinden. Maar het is ook heel raar. Ja. Maar goed, daar hebben we het over gehad. Daar breken we het down. Is het goede audio? Oké, dus wat je in hebt hier op de microfoon, dat is op zich best wel fraai als je het gaat vergelijken met andere, zeg maar, microfoons die aan een headset gebouwd zitten. Tenminste, zo zou ik het zien. Maar ik vind het niet, zeg maar, op het niveau komen van weet je, een goede compressor. Gewoon een goede losse microfoon die je voor je neer zou zetten. En die zijn tegenwoordig ook niet zo heel duur meer. Zij het analoog of digitaal, weet je wel. Of je het met een grote XLR doet of gewoon met een USB-kabeltje. Die zijn tegenwoordig ook heel goedkoop. Sterker nog, Razer heeft er een paar die best wel oké zijn. Ja, en betaalbaarder. En betaalbaarder, want je hebt het hier over €90. Dat is op zich wel een... Zit er RGB in? Er zit geen RGB in, ditmaal niet. What the fuck zijn jullie aan het doen? Nou, hey, zijn we daar niet een keer blij mee? Van, eindelijk een keer een subtiel headsetje. Ja, hier je er subtiel bij loopt nou, ja? Een subtiele headset voor de, weet ik het wel, shoutcaster of zo. Ja, dat is een shoutcaster ding. Ja. Oké, €90. Krijg je dus de headset van en dus de dak. Ja? Oh, en om hem over te zetten. Je hoort jezelf niet direct terug, hè? Nee. Je hoort jezelf niet direct terug, maar de dak is dan wel weer... Er kunnen twee van deze Ifrits in of een andere headset. Dus kun je wel wat makkelijker samen streamen. Ja. En dan moet je twee mensen vinden die dit fijn vinden. Ja, maar dan kun je wel een mooie verslag doen van e-sport. Staat het wel je cool Je zou voor. Op zich... Ja, het is een beetje een ghetto setup om e-sports ermee te kunnen shoutcasten. Als je dat snel en goedkoop wil doen, dan heb je dus inderdaad voor, weet ik veel, €160... heb je twee mensen met een headset en een fatsoenlijke dak ertussen. Dus dan, dat zou kunnen. Oké, hoe zit het? Ja, ik vind het persoonlijk niet enorm comfortabel zitten. De headset is een klein beetje verstelbaar. Maar het klemt niet echt op een bepaalde manier. En ik heb dan ook nog eens een keer een relatief klein, smal hoofd. Dus ik denk gewoon dat dit misschien best wel comfortabel zit als je een wat groter hoofd hebt. Of je hebt wat haar waar je ertussen kan steken.
Maar ja, weet je, deze smalle opgeschoren kop. Voor mij zou dit niet een alternatief zijn om mee te gaan streamen. Echt, nee. Absoluut niet. Ik denk voor eigenlijk de meeste mensen niet. Nee, daarom. Ik wil niet meteen zeggen het is een slecht product, maar het is heel niche gericht. Nou ja, het doet wat het moet doen, maar niemand zit erop te wachten. Dat is het eigenlijk. Ik kan me niet voorstellen dat je een streamer bent die eerst iets heeft van... Dat zocht ik. Ja. Precies dat. Ik wil een headset en met een oké microfoon en in-ear koptelefoon. Niet al te duur. En ik wil dat die zo min mogelijk zichtbaar is. Ja. Nou, dat is... Mocht jij die kijker zijn nu? Ja. Hij is voor jou. 90 euro. 90 euro is gewoon een haak. Oké. Het is duidelijk. Volgens mij is je verhaal duidelijk. Ja. Het is een kopersadvies voor degene die koper die we niet kennen. Ja, als je het bent, serieus, laat het weten. Als, ja. als je dit tof zou vinden. Ik ben heel erg benieuwd, want het is gewoon niet voor mij, sorry. Oké. Duidelijk, dankjewel Tom. Dankjewel Peter. Als je echt elke week op de hoogte wil zijn van de laatste Tech Gadget Gear, elke dinsdag op gamerset.nl. Gamerset Gear, dagje later op YouTube. Bedankt voor het kijken. Laat wat weten in de reacties, vinden wij heel erg leuk. En tot de volgende. Terug naar de studio. Yeah. Wacht. Zie je al? Ja, dat zijn wij. Ja.